Welkom vissen bij jullie reading. We gaan kijken wat is de boodschap op dit moment voor jullie. En het kan dus ook zijn wanneer je de video ziet. Het kan zijn over een week, over 2 weken dat er een boodschap in zit. Specifiek voor jou. Sterrenbeeld vissen, zon, maan, ascendant, andere plaatsingen zijn ook welkom. En bij de andere sterrenbeeld readingen heb ik de boodschap van de dieren. Heb ik ermee gewacht tot op het eind. Maar ik heb het gevoel dat ik die kaart als eerste erbij moet nemen, vissen. En dit is nummer 44. Vereenvoudigd tot nummer 8. De papegaai. Let op je woorden. En neem alleen ditgene mee wat resoneert, vissen. We gaan kijken wat de boodschap is met deze nummer 44. Wat zeg je tegen jezelf, vissen? Welke boodschap herhaal je steeds? Is het iets wat je een goed gevoel geeft? Herinnert het je aan je kracht en wat je allemaal kunt? Een papegaai imiteert de geluiden om hem heen. En wanneer deze kaart verschijnt, weet je dat het tijd is om bewuster om te gaan met de woorden die je kiest en wat ze betekenen. Wat zeg je tegen anderen? Spreek je uit wat je er echt van vindt? Je kunt jezelf aanleren om zoveel mogelijk vanuit een plek van liefde en licht te spreken. Als je maar consequent bent, wordt het vanzelf een gewoonte. Wees gul met complimenten en bedankjes en bevestig al het goede, zodat je liefdevolle en helende woorden al het andere gekwetter zullen ontstijgen en anderen zullen inspireren. Hou je oren open voor die woorden die je herinneren aan de kracht, overvloed en vreugde in je leven en in de wereld om je heen. En herhaal deze dan. Ze bevestigen dat datgene wat waar is en echt en voedend voor de ziel. Het universum zal het verhaal dat je vertelt weerspiegelen. Woorden doen ertoe. Dus kies de woorden die je beter doen voelen en die anderen inspireren. Laat ze je eraan herinneren dat de wereld nog altijd een prachtige plek is. En vissen, de beschermende boodschap met deze kaart. Ben je je bewust van wat je tegen jezelf en anderen zegt? Deze kaart herinnert je eraan om de woorden die uit je mond, pen en toetsenbord komen zorgvuldig te kiezen. Let op de overtuigingen die je hebt geïnternaliseerd. Is dit echt wat je kiest te geloven? Communiceer je met integriteit? De spirit van de papegaai geeft je de kracht om te horen wat je nu echt zegt en waarom je dit zo zegt. Het is nu heel belangrijk dat je je woorden zorgvuldig kiest. En dat betekent dat je niet alles wat anderen zeggen klakkeloos moet napraten. Dat iets vaak wordt herhaald, maakt het nog niet waar. Schrijf dus op waar je echt waarde aan hecht en wat je graag in de wereld en in je leven wil zien. Gebruik woorden die bevestigen wat belangrijk is voor je. Zeg ze hardop en laat horen hoe dankbaar je bent voor datgene wat je nu net hebt gezegd. Je stem heeft macht en je kunt het gesprek in je hart en in de wereld om je heen veranderen. De papegaai staat voor de wet van lofspraak. Dus weet dat je met deze kaart opgeroepen wordt om de waarheid te spreken en om met liefde te spreken. Vissen. En we gaan kijken onder op het dek, hebben we een schildknaap van staven. Nou, en dit heeft ook te maken met de communicatie. De schildknaap van staven, de schildknapen zijn boodschappers. Universum. Wat is de boodschap die er op dit moment mag doorkomen voor sterrenbeeld vissen? Een boodschap die sterrenbeeld vissen moet horen op dit moment, of mag horen. Wat is de energie? En wat is de boodschap voor het sterrenbeeld vissen, zon, maan, ascendant, andere plaatsingen? We hebben de kelken 5. We hebben deze lag er bovenop, de gehangene. Je eigen energie, vissenenergie met die gehangene. En we hebben de staven 4, een hele mooie kaart van succes, harmonie, overvloed, goed nieuws wat er binnenkomt. En ook die schildknaap van staven kan te maken hebben met goed nieuws. En ik zag tijdens het voorschudden van de kaarten, vissen, dat er binnenkort een einde komt aan die kelken 5 energie. Dit is iets waar je aan blijft vasthouden op de een of andere manier. Iets wat er zorgt dat er stagnatie is, geen vooruitgang. Maar er komt goed nieuws binnenkort binnen, waardoor je je meer rust zult ervaren. Kijk, de aas van staven. Er ligt onder op het dek. Een nieuw begin, nieuwe ideeën, creativiteit, passie heeft het mee te maken. En het kan te maken hebben met werk, ook met je relaties. Zeker met de staven 4, een kaart van ook verloving, het huwelijk, soulmate energie, leuke dingen doen.
Er is iets waar je zorgen over maakt. Want ik zie onder die aas van staven de zwaarde 9. Je kunt aan het wachten zijn op communicatie. Je kunt aan het wachten zijn op nieuws. En tot die tijd kun je niet verder. Maar je bent ook nog wat gefocust op teleurstellingen of gemiste kansen uit het verleden. Ik heb het gevoel dat er, als je aan het wachten bent op nieuws, er komt nieuws binnenkort binnen. En dit zorgt ervoor dat je verder kunt, een volgende stap kunt zetten. Positief, in positieve zin. Ja, kijk, we hebben hier een overwinning. Dit is iemand die de oorlog heeft overwonnen. Iemand die de erkenning krijgt, beloond wordt. Iemand die in de spotlight staat. Mensen kijken naar hem of haar op. Iemand die gezien wordt. En dit kan te maken hebben met je werk. Waarin er iets aangeboden wordt met die aas van staven. Waardoor je een volgende stap kunt zetten. De keuzekaart was ook een kaart die tijdens het voorschudden steeds maar weer terugkwam. En dit heeft te maken met keuzes maken vanuit het hart. Dit heeft ook te maken met je algehele levensgeluk. En dat kan dus te maken hebben met relaties met deze geliefde kaart. Tweelingenenergie. Universum. Waarom ligt hier die aas van staven voor vissen? Aas van staven. Je eigen energie. En dit is een koning. Een koning staat in zijn kracht. Dus je zult weer meer controle krijgen over je emoties door iets nieuws, een nieuw idee, iets nieuws wat je aangereikt wordt. Het kan ook dat je iets aangereikt wordt van een waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Waarom ligt hier? Maar dit is ook iemand die zijn hart volgt. Heel liefdevol is, behulpzaam is. Zijn liefde toont door dingen te doen voor anderen. Ja, zoals ik zei, behulpzaam te zijn, liefdevol. Waarom ligt hier die aas van staven? De aas van staven voor het sterrenbeeld vissen. Oeh, de toren. En de toren is iets wat plotseling verandering brengt. Iets schokkends, iets verrassends. En we hebben onder die toren de koningin van staven liggen. Ram, leeuw, boogschutter energie. De schildknapen hebben niet alleen met communicatie te maken, maar of goed nieuws, maar ook een nieuw avontuur. Iets wat pril is. Voor sommigen van jullie zie ik dat je iets leuks gaat doen. Een leuke avond of een leuke dag gaat organiseren. Iets waar je sociale contacten kunt opdoen, vissen. En het kan zomaar zijn dat er plotseling iemand op je pad komt. En het kan een vuurteken zijn, ram, leeuw, boogschutter. Ik zie dit meer voor de mannelijke vissen. Maar ik heb ook het gevoel dat er iets kan komen op werkgebied, waardoor je ineens weer zelfvertrouwen, zelfzekerder zult zijn. Waardoor je weer de controle, als het ware, terug zult vinden. Waarom ligt hier de toren voor vissen? Waarom ligt hier de toren? En die toren, dat is iets wat binnenkomt omdat je hier met die kelken 5 ergens aan vast blijft houden. Ergens op gefocust blijft. Of in die energie van je down voelen, depressie zitten. We hebben hier de schildknaap van kelken. Ja, dat kan iemand zijn die zijn gevoelens uit. We hebben de staven 9. En we hebben de krachtkaart. En met die krachtkaart en de staven 9 heb ik het gevoel dat je echt een periode gaat overwinnen die heel vermoeiend is geweest. Heel veel kracht van je heeft gekost. Want die krachtkaart die komt ook alleen maar op het moment dat je die kracht, je innerlijke kracht, je power nodig hebt.
Dit is ook een kaart van moedig zijn, durven. Maar ook een kaart van terughoudendheid, vriendelijkheid. Temmen van je innerlijke beest. En dan hebben we het rad van fortuin. Dus ik heb het gevoel, die toren wat er gaat komen. En het kan te maken hebben met communicatie met die schildknaap van Kelken. Of een nieuwe ervaring die je zult opdoen. Maar het brengt positieve vooruitgang. Na vertraging, na stilstand, na blijven vasthouden aan dingen die er niet gelopen zijn zoals je graag gewild had. Dus die toren, dat is iets wat iets positiefs brengt. Het brengt een verschuiving, een positieve verschuiving kun je verwachten. Waarom ligt hier de Kelken 5? Ja, weer de schildknaap van staven. Ideeën die je krijgt, waarom ligt hier de Kelken 5? De Kelken 6. En ik was net aan het denken van iets uit het verleden waar je misschien ooit mee begonnen bent. Maar wat eigenlijk stilstaat of stagnatie. Je denkt daaraan terug. Je krijgt nieuwe ideeën om hiermee verder te gaan. Ik heb de Kelken 3. Het kan te maken hebben met vriendschappen. Met familieleden ook. Want die Kelken 6 is terugdenken aan het verleden. En dit doet je op de een of andere manier ook een soort van verdriet. We hebben een koningin van Kelken. Schorpioen, kreeft, vissen energie. En je kunt ergens aan blijven vasthouden met die staven 9. Maar dit is iemand waar je je gelukkig mee ziet. Kelken 10, happily ever after. Waarom ligt hier de gehangene? Waarom ligt hier de gehangene? Aas van zwaarden, ja, knopen die erdoor gehakt worden. Communicatie die daar plaats gaat vinden, die helderheid brengt. Waarom ligt hier de gehangene? De keizerin, stier, weegschaal energie. Een nieuw begin. Plannen die je hebt. Voor sommigen van jullie vissen komt er een nieuw idee op zakelijk gebied. Ja, weer die aas van staven en de aas van pentakels met de koning van pentakels. Dus ik heb het gevoel dat je iets achterlaat om iets nieuws te beginnen waar je actie op gaat ondernemen. En dat kan iets zijn wat je zelf een idee over krijgt, maar ook iets zijn wat je aangereikt wordt door een stiermaagsteenbok. Dit kan iemand zijn die kansen, mogelijkheden in handen heeft. Kan iemand zijn die een soort van mentor, een coach is. Iemand die komt met goed nieuws. Het kan zo zijn dat er een besluit genomen is waar je nog aan het wachten bent op de uitkomst. Dan heb ik het gevoel dat het een hele mooie uitkomst gaat zijn. Het kan zelfs zo zijn dat je uitgenodigd wordt om dit te bespreken. Maar het brengt een nieuw avontuur, een nieuwe ervaring die je op zult doen. Waarom ligt hier de staven 4? En het is iets waar je op dit moment misschien wakker van ligt. Zorgen over maakt. Gaat een situatie nog ooit veranderen? Staven 4. Of is het mogelijk om met deze persoon, waar ik aan terugdenk, een nieuwe start te maken? Staven 4.
kan ook zo zijn dat je iemand waar je in het verleden een ex kan het zijn, iemand waar je een relatie mee hebt gehad, iemand met wie je een toekomst zag, dat je deze persoon binnenkort gaat tegenkomen. Ergens waar je met gemeenschappelijke vrienden misschien samen gaat komen. En op dat moment gaat er voor jou ja, een soort van inzicht komen over jullie connectie. Met de staven 4 hebben we de kelken 10. We hebben de schildknaap van pentakels. Je kunt ook uitgenodigd worden voor een verlovingsfeest of een bruiloft. Of een ander soort viering. We hebben de kelken 9. En we hebben de pentakels 4. En de kelken 9 zag ik ook naar voren komen. Een kaart van dankbaarheid, tevredenheid, je gelukkig voelen. Keuzes die er gemaakt zijn. En ja, ik zie dus met die schildknaap van pentakels. Ja, het is iets wat je op dit moment niet ziet, maar er gaat plotseling beweging komen. Snelle beweging, snelle verandering in de situatie. En het kan zijn op het moment dat je aan het reizen bent, dat je onderweg bent. Ook zie ik dat, zoals ik zei, je zelfvertrouwen, je zekerheid in een situatie terugkomt. Waarom ligt hier de pentakels 4? Waarom ligt hier de pentakels 4? Ridder van pentakels. Waarom ligt hier de pentakels 4? De zegenwagen onder op het dek. Dus weer een kaart van overwinning. Letterlijk een zegen behalen. Daadkracht, moedig zijn, durven. En de pentakels 9. Oeh. Het kan ook iets te maken hebben met zelfstandigheid op werkgebied. Iets waar je actie op gaat ondernemen. Je gaat iets nieuws creëren. Het kan met een eigen bedrijf te maken hebben. Op dit moment kun je heel veel lasten dragen. Het kan zijn dat je voor jezelf werkt, maar ook nog voor een baas bijvoorbeeld. En dan gaat er een besluit genomen worden. En ik heb het gevoel dat je een van die situaties achter gaat laten. Je gaat consistent je focussen op één ding, wat ook meer financiële stabiliteit gaat brengen. En je wil erin een juiste keuze maken. Maar ik zie hier dat er omtrent die keuze communicatie binnen gaat komen. Iets wat je heel blij maakt. Dus iets wat positieve vooruitgang brengt. Ik zie financiële onafhankelijkheid. Het is belangrijk om gestaag stappen te zetten die nodig zijn, een goed plan te hebben. En je zult inderdaad langzaam stappen vooruit zetten, maar dit zal wel uiteindelijk leiden tot een hele mooie financiële situatie. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Schildknaap van zwaarden. En zoals ik zei in het begin van de reading, voor sommigen van jullie komt er een soort van soulmate op je pad. Nadat je misschien nog vasthoudt aan een relatie of gemiste kansen uit het verleden. Iets waar je op wacht, iets waar je helderheid of meer informatie over wilt krijgen, die gaat er komen. En dat zorgt voor een nieuwe start. Een nieuw begin. Dit zorgt ervoor dat je ook een keuze kunt maken. En qua sterrenbeelden hebben we hier ram, leeuw, boogschutter, vissen, je eigen energie. We hebben schorpioen, kreeft, vissen. Stier, maagd, steenbok,
Schorpioen. Leeuwenergie. Stier, weegschaal. Kijk, die last wat je op dit moment draagt, die spanning. Dit is iets wat je binnenkort zult loslaten. En voor sommigen van jullie komt het echt binnen enkele dagen al. Die helderheid, die beslissing die genomen wordt of die beslissing die je zelf neemt. En je kunt het ook al aanvoelen dat er iets staat te komen. Je gaat iets achterlaten. Je gaat een belangrijk besluit nemen. En het heeft ook te maken met er is meer in de wereld als hetgene wat ik op dit moment ervaar. Voor sommigen van jullie. Dus kijk hoe het resoneert. Als het resoneert, geef de video een like. Abonneer je op mijn kanaal. Iedereen ook heel erg bedankt voor het liken, delen. Abonneren op mijn kanaal. Het helpt mij enorm om een kanaal te laten groeien. En daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wens jullie heel veel liefde en licht toe. Heel veel succes ook vissen met alles waar jullie mee bezig zijn. Tot de volgende keer. Dag!